Deze nieuwsuitzending is een vervolg op de vorige uitzending. En die heet... Ja, het ging over biologie en ik wilde ze alle drie in één keer doen, maar dat ging niet. Het komt vanwege de emotionaliteit. En mijn psychiater, die heb ik al jaren niet meer gesproken. En die zegt tegen mij, doe niet zo emotioneel. Of zei hij dat nou juist andersom? Het gaat over de hersenen deze keer. Het woord biologische leugens nummer 2. Er is gelogen over de functie van het hart. Het hart is ook een pomp. Ja. Het is veel meer. Die hebben we gehad, uit en erna besproken, geen enkel probleem, toch? En luister maar, dat is een uitzending van minder dan een uur. Dan weet je dat ook gelijk. Wat jij moet doen, met je hart. Je moet een beetje lief zijn voor je hart. Je hart niet de hele tijd laten kloppen in een sauna. Maar zo af en toe. 3 keer in de week of zo. Nou, je kan beter 3 keer in de week naar de sauna gaan en daar een kloppend hart krijgen. Naar je kloppende hart kijken. Oh, ik klop mijn hart. Oh, ik klop mijn hart. Ja, of je kijkt 3 keer in de week naar... weet ik veel. ISIS onthoofdingen. Of andere kinderachtige porno. Hey, beter naar de sauna. Onder deze uitzending, dit is het reclamemoment, staan een aantal links. Dus een schat aan informatie. Het zal je erg verwonderen. Moet je goed luisteren, dat wel. Goed kijken. Vooral bij die toestand over de holocaust. Ik zou er even naar kijken. Als je het hebt over empirie. De onbetwistbare ervaring. We komen zo dadelijk op terug met de hersenen. Hè? Bij Anonymous. Met 1/3 van de holocaust. 1/3 van het brandoffer. Kijk er eens even naar. 4 uur of zo. Ja, matogelits, dat is ook goed voor de... Dat is gehierend, de hersenen. Dat gaat over schaken. Lekker simpel. Bij schaken gaat de tegenstander dood aan een hartaanval. Nee, niet echt. Paul Kerres, die is overleden toen hij zijn laatste toernooi gewonnen had. En hij ging terug in het vliegtuig naar Estland. En had hij hier iedereen in het westen van Europa afgezeken. Mie de Bos, Mie de Bos. En die ging naar huis met zijn grote trofee, weet ik wel, 15.000. Schablotties of zo. En toen ging die dood in het vliegtuig. Ja. Nee, schaken schijnig. Ja, daar gaan mensen dood. Ja, ha, 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 ha. Ja. Maar niet van het schaken. Je gaat mij niet vertellen dat Paul Kerres overleden is aan het feit dat hij het toernooi gewonnen heeft. Die man zijn lichaam was op. Nee, niet. En hij heeft zijn lichaam goed gebruikt. En zijn gehierend aug. Moet een aardige kerel geweest zijn. Anders kan je niet zo schaken. Ja, ik ken hem verder niet. Hij heeft een hele leuke stijl. En je hersenen, hè?
De reclame is nu voorbij. Hè? Maar jouw hersenen, wat heb je eraan? Eigenlijk? Sorry? Ja, met mijn hersenen denk ik na. Nee, dat is helemaal niet waar. Hoe kom je erbij? Hoe kan het nou? Als jij vol van stress, je bent er helemaal met je kop niet bij, en dan verlies je een schaakpartij. Ja, wat heb je dan aan die hersenen? Ja, ik was even afgeleid. Wacht nou even hoor. Je gaat of een schaakpartij aan, of je kijkt naar de bloemetjes in de wei. Maar als jij een schaakpartij gaat spelen, dan zijn jouw hersenen erbij. En niet afgeleid. Want als dat het geval is, ja, hou maar op. Robert James Fisher, Bobby Fischer, die stond erop dat hij... Ja, hij wilde wel hot tegen hot, tegen de hotrot. Maar dan wel achter een gordijn. Robert James Fisher was zich uitermate bewust van de beperktheid van zijn brein. Mijn vriend Boy, die geeft eerlijk toe dat hij te spastisch is... om vanuit, hij woont richting Velp. Ja, hij kan moeilijk, zijn onderlichaam is het niet helemaal meer. Dus hij geeft eerlijk toe, dat hij heeft een rolstoel nodig. En die heeft hij ook. Ja. En Robert Jane Fisher zei, van ja, zonder gordijn, dan speel ik geen partij, want ik word afgeleid. Maar jij ook. Met je brein. En iedereen zegt, ja, maar denken, dat is toch in je brein? Nee, dat is helemaal niet zo. Je brein, ik hou niet zo van die vergelijkingen van mensen met klokken en mensen met computers en alles. Hè, wat David Icke de godganse tijd doet. Mensen vergelijken met een tv. Van ja, je kijkt naar een programma, maar dan kan je zo overschakelen en dan zie je een ander programma. Dus je kiest maar een beetje, je bent een tv. Nee, ik hou er niet zo van. David Icke vind ik... ik weet het niet, hoor. David Icke is net als Alex Jones. Nou, ik word er niet blij van. Maar om terug te keren naar zo'n foute vergelijking... die David Icke ook de godganse tijd doet... dan zou ik willen zeggen... dat als jouw lichaam een computer is... dan is jouw brein je harde schijf. Yep. En de rest is aanhangende hardware, versatile interface, huppeltje pup, via. Zo. Het hangt er een beetje aan. Het gaat over de CPU, de Central Processing Unit, en de harde schijf. En de rest is leuk. En die CPU, dat is de denker. De CPU, die spreekt de harde schijf aan. Jij spreekt je brein aan. Jij bepaalt wat je brein gaat denken. En niet andersom. A, U, B. Dat zijn van die mensen die hebben fobieën. Ja, ik ken een vrouw, dat is de moeder van mijn kind. En die had toen een fobie voor mannen in bandplooibroeken. En tegenwoordig dragen mannen geen bandplooibroeken meer. Dus van die fobie is zij af.
Ze heeft dan wel spinnenfobie. En veranderingsfobie. Dat laatste is een probleem, denk ik wel. Maar dat is een probleem van haar brein. En niet van zichzelf. Je hersenen, dat is niet het deel van jouw lichaam waarmee je denkt. Ja, tenzij je zegt dat je ook denkt met je stuitje en ook denkt met je billen en denkt met je darmen. En ja, je lichaam zien als een denkend apparaat en dan goed toekijken hoe, nou, stel dat je een mannetje bent, hè, dat daar bij jouw lichaam de penis overeind gaat staan en dat je denkt van ja, hallo, wie is hier de baas? Jij of je brein? Goeie vraag, toch? Wat is dat nou? Dat is een hele mooie van Jörg Liesman over de verklaring van Genesis 2, 3, ik weet me er niet op vast, maar dat gezeik met Eva met die appel. Ha, 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 ha. En wie zijn schuld was dat? Ja, dat was Adam zijn schuld. Adam was de homo. In de slechte zin van het woord, hè? Op zijn Brabants. Ja, ik zeg het maar even. Maar jouw brein, dat is het meest onbetrouwbare zak der moleculen wat er maar is. Ga mij niet vertellen dat er ooit iemand was met een werkend brein. Oh, Robert James Fisher had er ook last van, hoor. Ja, ik heb mijn brein niet echt onder controle. Mag er dan een gordijn voor dat ik een beetje denk dat ik in stilte zit. En dan kan ik mij concentreren, want ik ben helemaal Korsakoff of zo. Weet je dat reclame voor meer dan 90% gericht wordt op vrouwen? Ja, die vrouwenbreintjes, die zijn... Al die vrouwen die dan beweren van ja, ik ben een zelfstandig denker. Ik kijk ook naar porno, hoor. Je brein is een grote leugenaar. Je hersenen denken niet. Dat kan niet. Ja. Ik heb zo'n optreden gezien van de Eagles. Met Don Henley en heel die meuk. En dan speelden ze Hotel California. Dat gaat, denk ik, over die breinopsluiting, verslaving. Welcome to the Hotel California. You can check out anytime you want, but you can never leave. Nou, en er staan die twee gitaristen een kletspraatje te maken tijdens de gigantische solo. Ja, die jongens hebben vrije tijd. Die gaan op de automatische piloot. Die laten hun vingers over het ding lopen. Oh, gezellig, hè? Ik vind het echt wel leuk optreden. Jij ook? Ja, ik ook. Ja, dat is wel geinig. Ja. En die breinen van die twee gitaristen, ja, die spelen door. Zelfstandig. Foutloos. Dat is een ander verhaal. Ja. Neem eens een keer een proef op de som. Ja. Stel, jij bent iemand en je drinkt 's morgens koffie. Ja. Ga de keukenkastjes eens opnieuw indelen. En dan zet je de koffie aan de verkeerde kant.
kijken of je het morgenochtend nog weet. Of sta je dan, dat je je rechterarm gaat zo omhoog. Een kastje is leeg. De koffie is gestolen. Ik weet het al. Ik heb de kastjes opnieuw ingedeeld. Hoe dom kan ik zijn? Ja, dat is je brein. Je hersenen kunnen helemaal niet denken. Die slaan dingen op. Meer niet. Ja, maar alles wat ik weet, dat is mijn kennis. Ja, behalve al die dingen waarvan jij dacht dat het groene dingen waren. Maar dat waren geen groene dingen. Die zagen er groen uit, maar het bleken paarse dingen te zijn. En terug te keren naar die allegorie dat jij als mens, dat jij een computer bent, en jij met de CPU, en je hebt die harde schijf, maar je bent tevens de gebruiker. Ook nog een keer. Ja, dat wordt een beetje lastig. Maar je moet je harde schijf opruimen. Al die rotzooi moet eruit. Al die vieze oude stomme porno. In overdrachtelijke zin dan, hè? Niet dat het vieze porno is, maar een niet noodzakelijke rotzooi. Een of andere boze e-mail van iemand die zegt van, ja, ik wil nog één keer tegen je zeggen dat ik het helemaal niet accepteer dat de mensen met mij omgaan zoals jij dat doet. Van delete, weg ermee. Ja, dat is alleen maar breinbelasting. Jij bent de baas van je hersenen. En jij bepaalt wat er gaat gebeuren. Je hebt geen vrije wil, by the way. Maar je hebt wel vrije keuze. Je mag altijd kiezen. Tussen niks en helemaal niks. En dan toch er nog wat van maken. Je hersenen, dat is... Ik heb er heel veel boeken over gelezen. Van hoe zouden de hersenen mogelijk kunnen denken. Ja, kan helemaal niet. Kan niet. Hersenen kunnen niet denken. Opslagsysteem. Ja, vroeger vond ik ook dit. Ha, 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 ha. Nee, een grote leugen. Iedereen zo bang dat de hersenen het niet meer doen. Ja, straks krijg ik een hersentumor. Maar daar gaat het niet om. Net als bij het hart, hè. Bij de hersenen, dus je hart, dat is echt iets van je lichaam. Hè? En die heeft een heel andere functie dan dat jij denkt. Hè? Als je denkt dat het een pomp is, dan heb je het voor 90% bij het verkeerde eind. En jouw hersenen, daar geldt hetzelfde voor. Hè? Jouw hersenen zijn als een tuin. Dus zo kan je het ook zien. En jij bepaalt wat er groeit in jouw tuin. Het is jouw leven. Je kan zeggen, jouw hersenen zijn jouw fotoboek. Vol met mooie herinneringen. Ja, kijk, ik heb een aantal dingen zwaar verkloot. Maar dat ene, dat heb ik goed gedaan. Ja, bijvoorbeeld. Dat je daaraan denkt. Dat is hersenopvoeding. Je moet je hersenen aftrainen. Dat is ook een belangrijke om je hersenen tot stilstand te brengen. En dan hou alsjeblieft je kop. Dat je dat even tegen de hersenen zegt. Hè? Want weet je wat? Ik heb een nieuw spelletje bedacht.
Jij houdt even je mond. Jullie hersenen. Met je linkerhelft en je rechterhelft. En nou even je bek houden. Ja. En zo is het. Er zijn van die boeddhistische oefeningen. Dan word je helemaal ingeleid. Maar dat is veel te duur. Jij kan toch nu ook tegen je eigen hersenen zeggen. Van nu even je bek houden. Ik ben aan het luisteren naar Perry Winkle. En zo dadelijk naar niemand meer luisteren. Goeie grap. Want niemand is een descriptie van God. God heeft namen, die spreken wij niet aan. We zeggen God. Heren, heren. Het zijn descripties. Het zijn beschrijvende termen. Niets is er ook heen. Nergens is die ook. Ja, dat ik het even weet. En het is heel moeilijk voor je hersenen om dat te begrijpen. Dus utopia, dat betekent nergens. Ja, God is nergens. Ja. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam is geheiligd. En geef ons wat te vreten. Ja, leer dat je hersenen maar eens aan. De meeste hersenen die jullie hebben. Als je moet op hersentraining. Osho, Bhagwan Shrineesh, als ik het goed zeg. Aparte man. En niet dom. Hij is over het paard getild. Dat hebben ze met hem gedaan. Ze hadden die vent met rust moeten laten. Dat was veel leuker geweest. Nee, maar grote plannen. Ja, die hebben ze verneukt. Die hebben ze vergiftigd. Dat kan ik je vertellen. Kijk, je hersenen. Dat is de. Ja, het is je mind, zo noemt Osho dat. Je manier van denken. Als je dacht altijd dit, en dat doe je nog steeds. Niet oké. Niet dat je elke keer van mening moet veranderen. Wel in de zin dat als je daaraan vasthoudt, dat je een gemakkelijke prooi bent voor mind control. Zeer zeker als je zegt van ja, vroeger vond ik tv leuk en nu nog steeds. Maar tv is helemaal niet meer leuk. Met maatje van wegen, met cijfers en letters. Dat was geinig. Spelletjes spelen. Op tv. Ja, toen kwamen al die weermeisjes. Ja, toen dat NOS-journaal. En ik zat dat een keer te kijken met twee vrienden. En nou, al die nieuwsberichten interesseerden ons helemaal geen drol. En ik wilde het liever uitzetten of een andere zender of zo. Hè. En die jongen zo, nee, laat hem even staan, want zo dadelijk krijgen we het weerbericht. Ja, en waar keken ze naar?
Ja, naar de konten en de tieten. Een meisje had een jonge vrouw, een brunette, en die had een keurige jurk aan. Maar je kon erg goed zien dat ze, ja, die was goed gekast. En die jongen zo... En dat is je mind, Abby. Daar heb je helemaal niks aan. Je kan ook naar de tv kijken en dan weten dat ze een of andere mokkel hebben geselecteerd. Maar je kent er helemaal niet. Misschien is ze wel een rotte tand. Ja. Dus ik heb te kijken naar die kont en die belovingsvolle tieten. En dan kom je erachter dat ze een rotte tand heeft. Of problemen met een schoonvader. En dat laatste lijkt me nog vervelender. Dat is je mind die je zo verleidt. En je moet je mind onder controle houden. En opvoeden. En je mind, die moet je voeden met dingen waar je mind wat mee kan. En dat met een kind. De moeder van mijn kind, die heeft het geflikt. Om een ander kind, dat was een vriendje van ons kind. Of zoals zij zegt, haar kind. Maar die had een vriendje en die jongen had een eetstoornis. Ik kon niet tegen pasta, dat vond hij niet te vreten. En paprika, no go. Ja. Maar wel gebakken aardappelen, spekjes erbij en iets van bloemkool. Bloemkool vond hij lekker. Maar je hebt het gehad, hè. En een glas water erbij. Dan eet hij alles op. Een grote berg met aardappelen. Vet. Gehakt vond hij ook lekker. Goed doorgebakken. En broccoli at hij ook. Ik zelf vind dat broccoli super smerig. Ja, dat zal mijn mind wel weer zijn, hè? Met broccoli maak je mij niet blij. Doe mij dan maar een frikandel. Oh ja, dat had hij ook. Frikandel, geen probleem. Ja, dat is zijn mind. Hij zal alles moeten eten, maar... Ja, het is een kindje. Laat maar gaan. Komt vanzelf. Niet goed, wel goed, maakt niet uit. Je moet hem te eten geven wat hij wel kan eten. En dan doe je er maar voor de gein een keertje paprika bij. Ik had hem wel aan het eten gekregen, hoor. Geen probleem. Die jongen die had behoefte aan een goede, ja, Zuid-Indiaanse, vegetarische... curry. Lekker veel groenten en basmati rijst. En een eten met je handen. Als je honger hebt. Maar zo moet je met je mind omgaan. Je kan zo'n mind hebben, net als ik met die jongen. Die heeft een eetstoornis en het is een kind. En ik geef dat te eten op de manier die hij kan verteren. Zo moet je omgaan met je mind. Goed kiezen wat je wil. Jij bent de baas van je mind en niet andersom. Want als de mind de baas is van jou, dan wordt je mind gecontroleerd door de mind control.
Dus MK Ultra. En dan is er helemaal niks. Jij bent de denker. En niet je mind. En dan terug te keren op die hartuitzending van de vorige keer. Je hart denkt mee. Of die geeft je... Want jij als denker... Je hebt zo'n lastige mind, hè, onder je hersenpan. En die ik wil slechte vrouwen neuken. Een of ander stom idee. Dat is je, die hersenmeuk die erboven zit. Maar de rest van je lichaam denkt ook mee. En je hart informeert je over hoe de rest van het lichaam erover denkt. En als je goed oplet, dan kan je ook direct communiceren met je eigen lichaam. Dus dan zie je iets en je krijgt een krampje. En dan weet je gelijk al van oké, no go. Dan ben jij de denker. Dan ben je de baas van je lichaam. En als je de baas van je lichaam niet bent... Ja, wie moet er dan de baas zijn van jouw lichaam? Sinterklaas? Ja, want Sinterklaas geeft cadeautjes. Ja. Ha, 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 ha. Ook allemaal van die denkdingen over racisme. Ik ben helemaal geen racist. Ik ben ook niet antisemitisch. Ik ben ook niet anti-mens. Nee, kom je naar mij. Ik vind dat je... Ja, ik heb bepaalde emoties. In mij niet. Dat moet even zo... Moet dat eruit. Als ik slim was, dan zou ik op YouTube... echt hele leuke, vrolijke uitzendingen kunnen maken. En iedereen lachen en betalen. Ja, ik hou niet van geld. Dus... Ik hou van cadeautjes geven. Ik denk dat ik behoorlijk onder controle ben van mijn mind. Mijn denken komt mij toe. En als mensen zeggen van ja, maar Piggy, jij bent altijd zo dom. En ik, ja, maar het is mijn domheid. Ja, het is mijn kuttige klote auto die het de helft van de tijd niet doet, maar het is mijn auto. Het is mijn lichaam. En mijn lichaam is niet gelijk aan mij. Want ik ben de eigenaar van mijn lichaam. Inclusief mijn hersenen en ik denk ook met mijn uitgegroeide linker teennagel. Ik heb alles in één keer in de gaten. Wel, die rare mensen die allemaal zo kakel, de kakel, de kakel. Ik heb er niks mee te maken. Ze komen maar langs. Wat denken die homo's wel niet? Ik wil niet aanzetten tot een revolutie. Ik wil alleen maar zeggen dat evolutie... Dat gaat wel heel erg langzaam, hè?
Ik ben in het bezit van geschriften van 2000 jaar geleden. En geen hond in mijn omgeving die enige jota daarvan accepteert. Laat staan begrijpen. Maar evolutie gaat erg langzaam. Ja. En wat moet je ermee? Nou, de ene oplossing is dat ik knarsetandend in mijn IKEA-bed ga zitten wachten totdat de versnelling niet komt. En dan word ik een pain in the ass voor jullie. Ik ga diarree aanvallen, weet ik veel wat, ik doe alles. Zeker als ik boven de 90 kom. Wat denken jullie wel niet? Kijk, het gaat over mijn hersencapaciteit. En mijn hersenen zijn redelijk fris hoor. Tamelijk ongehecht, erg belangrijk. Een vervelend gedrag van je hersenen is dat het hecht. Van, oh, het was gisteren zo, dus is het vandaag ook weer zo. En wat gaan we morgen dan doen? Het is meer een hele nare activiteit van de hersenen. En als jij dan zo zegt, van, ja, maar het zijn mijn hersenen die dat denken en dat wil ik ook. Ja, dan ben je net zoals een ouder van een verwend kind. Want dat verwende kind, dat doet altijd vervelend. En jij bent de ouder van dat verwende kind. En dan zeg je, ja, maar blijf van mijn kind af. Hé. Veeg je eigen stoep schoon. Rot op met die hechting. Waar moet je je aan hechten? Aan de Tweede fucking Wereldoorlog? Ja, maar Piri, ik vind het politiek incorrect dat je nu het woord fokken gebruikt. Want dan heb je het over Antonie Fokker. En die was toch van het militair in de... Hou op! Weet je hoeveel vrouwen er verkracht zijn in Berlijn? Noem je dat geen fokken? Ja, laat je hersenen een beetje werken. Anders ben je echt de lul, jongen. Als jij een hond hebt en die laat je de godganse tijd maar blaffen. Ja, ik weet niet hoe ik met honden om moet gaan. Iedereen heeft last van mijn hond. Ja, maar jij, ja, die hond, dat is jouw lichaam. En jij bent de eigenaar van die hond. Ja, heb je goed begrepen? Dat is een uitspraak van Rousseau. Dat is ook een halve jezuïet of zo. Nou, die heeft gezegd, ik ben niet verantwoordelijk voor mijn presteren. Het is allemaal de schuld van de maatschappij. Nou, die vind ik aardig. Goede poging. Er zijn nog meer grappige opmerkingen. Maar het is niet meer grappig als we het gaan hebben over jouw leven. Heb jij je hersenen laten werken? Heb jij je hersenen getuchtigd? Heb jij je hersenen gedwongen? Of keek je liever naar Holland's Next Topmodel? Homootje, wat een kutkind! Je gaat het bezuren. En ik weet dat er jonge mensen zijn. Ik hoop dat die jonge mensen naar luisteren. Want die jonge hersenen hebben nog een kans. En die oudere een betere of net zo'n goede kans. En ja, het is allemaal gelijk. Maar je houdt je de baas in je eigen denken.
Al die kutwijven die zeggen, ik ben de baas in mijn eigen buik. Ja, word de baas in je eigen kop. Of komt het nou weer te hard over? Ik weet het ook niet hoor. Maar ik weet wel dat mensen die geen controle hebben over hun hersenen, van al die biologische constructies, die oh, dat weet ik nog. Ja, dat was AC4. Of zoiets. Ja, het is leuk dat je harde schijven doet. Het is leuk dat je alles nog weet. Maar wat doe je met je hersenen? Gedragen je hersenen zich een beetje fatsoenlijk? Om een voorbeeld te noemen van hersenfunctie. Mijn dochter is erbij geweest dat haar moeder met de poes die ik op straat gevonden had, dat was een raskat. Lang verhaal. En die poes, dat was een klein hommeltje van 1,5 kilo. Een klein hommeltje. Maar heel gevaarlijk. Het was een kleine leeuw. Heel klein leeuwtje. En die poesen van haar moeder, die waren bang. Totdat... lang verhaal. Maar haar moeder heeft met dat kleine hommeltje, die raskat, die heeft ze door de kamer gesmeten. Daar heb ik mijn dochter nooit een kwaad woord van horen spreken. Hoor. Nee. Nou heeft haar moeder, die heeft een abortus laten plegen. En ik heb daar conform de afspraak met de, ja, wat heet dat dan? Legal authorities of zo. Ik mocht het daar niet over hebben. En na 10 jaar vond ik het genoeg geweest. Ik denk, ik heb het er even over. En mijn dochter boos, man. Zo. Ja, niet werkende hersenen. Mijn dochter had moeten begrijpen dat het ooit zou gebeuren dat ik daar iets van zou zeggen. Ja, traag van begrippen. En dat haar moeder in de rondte zwengelde met die raskat. En ja. Die raskat die mocht haar niet hoor. Die moeder dan. Hè. Ik ben het met die raskat eens. Ja, die vrouw is heel vervelend geweest. En totaal ja, mind-controlled. Niet de baas van haar denken. Zij heeft liever dat de Volkskrant haar vertelt wat ze moet denken. Die moeder die zei ook tegen mij, ja, die mensen van die samensweringstheorieën, die zijn ervan omdat ze geen eigen aanwezigheid hebben, dus ze leggen de schuld bij een ander. Ja. Ja, come up. And see me and make me smile.
Dat is mooi. Mijn vriend Dirk, die vroeg aan mij: waarom zijn jouw ouders gescheiden? En mijn dochter die zat achterin. En we reden in een belachelijke auto. Een Mazda 626. Scheuren, jongen. Zo, man. En Dirk die heeft dan zo'n appje. En dan kan hij precies zien waar hij eventjes... En dan blijft hij precies onder de... trajectcontrole. Maar als je dat grapje kent... Je schakelt in op tijdstip X en dan mag je binnen maximaal. Dus je hebt een maximale tijd. Want als je eronder zit, heb je te snel gereden. Maar als je nog tijd hebt. En Dirk die had zo'n appje. En die zei: oké. Scheuren, man. En Dirk vraagde mij: waarom zijn jouw ouders gescheiden? En ik zei tegen hem: nou, mijn vader zei dat zij te veel televisie keek. Ja. Je moet geen televisie kijken. Echt niet doen. Het enige wat ik nu nog kijk, zijn interessante dingen. Ik ben nou bezig met Jesse Lee Peterson. Die is beledigend, jongen. Maar wel geinig. Het is een fenomeen. Ja, Poetin en Jan-Peter Balkenrutte, hoe heet het, die mensen allemaal, die zijn niet fenomenaal. Die zijn saai. Jesse Lee Peterson is niet saai. Ik hoop dat die zwarten hiermee wegkomen. Jesse Lee Peterson is... Het is een meme godfather. Voor hetzelfde geld gaat die klootzak al die negers aan het werk zetten. Ja. Dat is een slecht bericht voor ons. De blanken. Want dan moeten wij ook gaan werken. Ja, laat je hersenen een beetje werken. Ja, kom op. Ras doet er helemaal niet toe. Jesse Lee Peterson... die constateert dat heel veel van die bruino's... die kruipen weg van... ja, al die mensen zonder pigment... en dat is de... oh, we moeten geld. Nee, je moet helemaal geen geld. Ik wil niet eens geld. Dus waarom... een bruino... voor een neger... een negroid... waarom wel? Hoe kijk dat? Met mijn dochter heb ik gekeken naar de oude uitzendingen van Star Trek. Captain Kirk hebben we ook nog gezien. En dan komt Janeway of zo. En dan Captain Picard heb je daar nog tussenin. Ah, dat is best wel leuk. Voor het Engels. Mijn dochter die kan Engels als een nachtegaal. Ja. Ja. Dat deel werkt prima. Voor de rest vind ik haar... tot op zekere hoogte beschadigd. In haar denken. Door de tv. Door de onzin.
En dan gaat haar denken, gaat hele rare dingen denken. Maar ze houdt wel vol. Dat denk ik wel. Ik weet niet of ze kinderen kan dragen. Maar dat hoeft ook niet. Dan neemt ze maar een aangenomen kind. Als ze 50 is. Even naar terug naar ons denken. Jij bent de aanstuurder van je hersenen. Jij bent de baas van je denken. Nou, dan kan je een vrijwillige baas zijn. Van de vrije wil. Dat heet satanisme. Ja, of niet? De onvrijwillige baas van je denken. Daarvoor moet je op zoek naar rust. Wat moet ik zeggen? Rust is juist dat wat je, ja, waarin je niks hoeft. Laat ze allemaal de kleren krijgen. En kijken wat er gebeurt. Laat al die katholieken verneuken. En als jij een beetje hersenfunctie hebt, dan snap je dat er grote overeenkomsten zijn tussen katholicisme en de Mohammedanen. Wat weet je dat? De Koranisten of zo. De overeenkomsten zijn overweldigend. Leuk, hè? Vrouwenonderdrukking. Ja, maar dat is niet waar, want Hillary Clinton is een vrouw. Ja. Ja, Hillary Clinton is een vrouw. En de redder van wat? Ja. Ja, denk even na met je hersenen. Wat snappen je hersenen ervan? Dus Hillary Clinton is een vrouw. Barack Hussein Obama is een negroïde. Ja? Wat leren jouw hersenen hiervan? Ik geef je 20 seconden. Waarom denk je dat dat is? En dan heb je Donald Trump. We maken Amerika wederom groot. En Donald Trump had zich moeten afvragen waarom Amerika niet meer zo groot was als dat het was. Of niet? Ja. Ooit was Amerika groot. En nou niet meer. Waarom niet? Ja. Laat je hersenen even denken. En via de Reaper. Ja, toch? Wat maakt het uit? Met denkende hersenen, dan zie je hoe Amerika, waar wij naartoe gevlucht zijn. Dat is helemaal naar de kloten.
Ze hebben Abraham Lincoln doodgeschoten en dat was niet eens de enige. Daarna John F. Kennedy, maar daarvoor hebben ze, ik weet niet hoeveel presidenten. Laat je hersenen even werken. Al de gezeik van de moeder van mijn kind, van ja, maar in Noord-Amerika, dat land was van die Apache en ja, wij hebben dat ingenomen. Nee, wij zijn gevlucht. Voor de paus. Voor Babylon. Ja? Laat je hersenen werken. En wees niet zo stom als Osho Bakwan. Dat je dat niet gelooft. De acceptatie van. De acceptatie van de aanwezigheid van de mens. Dat jij bent de fucking baas.